Hey boys and girls, we zijn bij Otako's in Leuven. We staan hier op... Ja, we zijn hier bij Otako's in Leuven. Shit. In de stad. Oh man. Zieke kompers. Boy, waar Olivier ziek is, even uit. Ik heb een kleine gepakt. Ja, we zijn in de Amerikalaan. Amerikalaan in Leuven. Ja, Amerikalaan. Taco's in Leuven. Van Otako's. Boy, dat maakt je mij niet wijs dat ik verder een honger heb. De cijfers. Die man is een vreemd. Iemand zegt altijd dat hij veel eet, maar... Oké, wat ga je gepakt? Ja, je kunt nu enkel... Ja, je kunt nu enkel medium, small of... Nee, maar van ingrediënten. Ah, ik heb chicken nuggets gepakt. Chicken nuggets en barbecue saus. Ik ga een barbecue saus. Mozzarella kaas. Chicken nuggets? Mozzarella kaas. Oh ja, nice. Chicken nuggets, gemarineerde kip. Wat nog? Nog gepakt? Ja, kip. Klopt dat? Ja. Oh. Ja, kip. No. Drie sauzen. Ja, één saus bedoel ik. Nee. Haha, joke. Nee, één saus. En fritten in. Altijd goed. Oh ja, dat is wel echt lekker. De barbecue saus. Fucking hell, man. Ik weet, als zou deze nu dichter bij ons hebben. Welke barbecue saus is het? Nee. Goeie nog? Goeie. Ja? Maar in zo'n ding verwacht ik dat wel. Ja. Zeer mannen aan het doen, dan is dat echt erin. Maar ja, je proeft die mozzarella eigenlijk goed. Kon jij ook twee soorten kaas kiezen? Ja, ik kon 10 soorten kaas kiezen. Maar ik bedoel, omdat je een groter hebt? Oh, nee. Soms nee. Meer, zoals vlees. Dat moet ik bijbetalen. Enkel het vlees is eigenlijk het verschil. Oh. Je kunt meer soorten vlees pakken. Oh. Maar, oh ja. Ik heb al genoeg. Nee, ja, joke. Nee, maar ja, wat ik wou zeggen, dat zit ze allemaal door elkaar, maar toch proefde ze elk ingrediënt nog apart. Ja. Dat is zo raar. Leuk. Dat is goed. Ken je die frieten? Oh, die mozzarella tussen. Dat is echt niet normaal, hè? Zie ik haar. Oh, bij mij thuis is ook bij je thuis, hoor. Nou. Maar wat ik wel heb. Aan de ene kant zit precies zo alle frieten. Ja. En aan de andere kant zo nuggets en saus. Dat is bij mij ook. Die hebben alles langs rechts gestoken. Allee, ja, het hangt er vanaf voor ze vasthoudt natuurlijk. Ja. Nu zitten ze allemaal links. Olivier, shout-out. Sorry dat we niet meer naar het parkje gaan. Want, waar is het parkje eigenlijk? Nu dat die man het park bedoelt in die en in... Ja, het stadspark. Achter de Pieter de Zomer. Daar. Ja. Maar als je aan tacos denkt, denk je toch niet aan deze? Dat is ook zo. Heeft zo'n doel met tacos te maken, nog deze. Ja, en dat is ook zo. French tacos. Ja. Kanse tacos, dat is gewoon zo'n schelp. Ja. 20.000 jaar voedselevolutie. Laat naar dit. 20.000 jaar. Oh. Ja, lekker. Ik vind het goed. Alleen spijtig van de bankcontactproblemen. Allebei. Want Richard probeert een andere bankcontact is, maar die was ook kapot. Too bad. Ja, maar ja. De dingen marcheren ook niet. Dus ja, waarschijnlijk is gewoon heel het systeem plat. Zeg je in cash al? Wie heeft er tegenwoordig nog cash mee? No. Allee, of veel cash. Veel cash, ja. Wat bedoelt je met veel cash? Ja, nee, maar bedoel... Ik heb altijd zo'n paar munten en zo'n briefje van 5 euro of zo, maar toch niet... Allee. Ja. Al die straat aan het blokkeren. Ja. Maar dat komt toch nooit naar wat er langs. Ja, nee. Mag dat zelf? Of wel een laanbus. Oh ja. Eens opzoeken, ze hebben uitgerekend per uur op de Bondgenotenlaan hoeveel dat er alleen zijn. Is dat? Ik weet, als ik dat las, boy, ik viel achterover. Je zou dat niet denken. Dat is echt ziek veel, hè? Dat lijkt zo meer dan in Antwerpen of zo. Maar is ook meer, denk ik. Nee? Hoeveel denk jij per uur op de Bondgenotenlaan hoeveel dat er daar passeren? Per uur? 8? Nee. Nee. Dus beide richtingen? 10? Ik weet het echt niet meer, maar... 15? Ik dacht dat het er echt... Volgens mij waren het er los 20 per uur of zo. Oh ja. 1400 per dag. Allee, ik heb gedeeld door 12 gedaan voor het gemakkelijk te maken. Hè. 1400. Maar 110 per uur? Ja. Boy. Ja. Dat is per minuut.
Ja, bijna hier. Twee bussen. Ja, dat. Wat is toch niet normaal? Ja, dat is gewoon een. Waarschijnlijk een contact. Hè. Zoveel capaciteit aan bussen moet er in Leuven rondrijden ook een dag. Alright, Kenny. Dat is wel lekker eigenlijk. Dat zie ik bij iemand moet het dan ook doen. Ja, dat is lekker. Jij bent Kenny. Ja, jij bent Dan JD. That's right. Oké, ja. Ik ga het voorstellen. Kenny, stel eens voor met de camera, bro. Ja, ik ben Kenny. Nee. Dit is Dan JD. And I'm signing.